Kijk, hier staat Oki, eindelijk in Lexington, Kentucky, uit een erg ruime stal, maar dat is alleen maar fijn. Hier zien jullie de stallen van de Europese paarden. Die mogen absoluut niet in contact komen met de Amerikaanse paarden. Anders moeten ze 30 dagen langer blijven na de wedstrijd. Wat we natuurlijk absoluut niet willen. Maar alles moet goed gescheiden blijven. Kijk. En zo probeer mijn groom de tijd te verdoen. Dan draai ik even verder. En daar staan de Olympische kampioenen. De twee Duitse paarden. En daarnaast is dat paard wat zilver had in Hongkong. Kijk, mijn groom die gaat met het paard richting de keuring. En nu gaat het dus echt beginnen. Accepted. We gaan nu met ons het lijkt wel bijna een privéjet naar Detroit. We vliegen nu weg in Lexington, Kentucky. En we zijn nogal verlaat, dus we hopen wel dat we onze vlucht in Detroit niet gaan missen. Nou, ik zit nu weer in het vliegtuig terug naar Amsterdam. Of we staan nog in Detroit, we gaan zo opstijgen. Nou ja, ik heb eigenlijk een beetje teleurgesteld aan het einde van de wedstrijd. Ik stond op de vierde plaats en door twee afgeworpen balken, de twee laatste hinders, ben ik negende geëindigd. Wat vooraf eigenlijk wel een goede prestatie was geweest. Maar ja, als je vierde staat, dan wil je sowieso of het liefste vierde blijven of stijgen en niet zakken. Maar het is niet anders. Ik ben al over de grootste teleurstelling ben ik alweer. En ik hoop dat ik nu op het paard lijkt nu gewoon weer fit. En als hij thuis is, kunnen we wel weer rustig toewerken naar de komende wedstrijden die gaan komen. En ik heb me wel ik heb goed kunnen verkennen. Volgend jaar is hij dus in Kentucky is de WK. En nu weet ik gewoon dat ik en Concrex ook alles het helemaal aan kunnen, het niveau. En dan is toch wel de bedoeling dat we toch nog hoger gaan eindigen dan deze keer. Dat gaat denk ik wel lukken.